Welkom vanuit SZT International in Winschoten. Prinsjesdag is een bijzondere aangelegenheid. Daarom gaat KPMG in gesprek met twee bijzondere ondernemers uit de regio. Zo dadelijk spreek ik met Marion Veldhuis, directeur-eigenaar van SZT International, uitgever van de succesagenda's. Maar nu eerst over naar het Philipsstadion in Eindhoven, waar mijn collega Arnold de Bruin in gesprek is met... Fri van Hulten, directievoorzitter van CSU. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten in het PSV-stadion. Waarom zitten we hier eigenlijk? Ja, we zitten hier omdat CSU met Philips een sponsorcontract heeft. Wij doen hier het schoonmaken van het stadion en de veiling. We zijn aan elkaar gekoppeld. Uh-huh. En wij dachten, het is een leuke locatie om dit even te doen. Ja. Een bijzonder jaar, denk ik, voor CSU. Enerzijds het 40-jarig bestaan. Aan de andere kant ook de overdracht van de aandelen. Hoe kijk jij op dit proces terug? Ja, dat was een spannend proces. Het is inderdaad wel een bijzonder jaar. Het was zo dat we een jaar of vier geleden een aandeelhoudersovereenkomst hebben gemaakt met de oud-eigenaar en het management. In een verhouding 1/3, 2/3. Waarbij de afspraak was dat de oud-eigenaar in de loop van 2008, 2009 zou uittreden. Dus er was van ons wel het nodige aangelegen om... de familie te bewegen om verder te gaan. En dat is gelukt. Uiteindelijk nemen de kinderen de aandelen van de ouders over. We blijven op grote afstand van de onderneming. En we hebben ook goede afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de toekomst. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Ja. Dat is een bijzondere situatie, denk ik. Wat is nog meer zo kenmerkend voor CSU? Kenmerkend voor onze onderneming is dat... wij een onderneming zijn die zich beperkt tot de dingen waar we goed in zijn. Als ik kijk naar veel collega's van ons, die proberen via diversificering allerlei nieuwe activiteiten te doen. En wij doen nog steeds dit. Hè? Ja, zie je het. Helemaal goed. En wij beperken ons tot schoonmaak en beveiliging. Om de doodsimpele reden dat dat eigenlijk al moeilijk genoeg is. We hebben 10.000 man in Nederland die werken op 5.000 plaatsen. Maar dat geeft heel veel... werk om dat goed te doen. En wij doen dat liever goed dan dat we allerlei andere dingen erbij gaan doen. Ja. Beïnvloedt wet en regelgeving ook het ondernemingsklimaat in Nederland? Op onderdelen is dat wel eens zo natuurlijk. Maar aan de andere kant, als je in het buitenland komt en je bent een maand of twee in het buitenland, komt er mij niet veel voor. Maar als ik er een keer ben en ik kom dan terug, dan denk ik altijd bij mezelf, nou, toch goed geregeld in dit landje. Nou, tot slot. Wat is de grootste uitdaging voor CSU in de toekomst? Wellicht gekoppeld aan de miljoenennota. Uitdaging voor de toekomst is om in een markt die steeds lastiger wordt en waar de prijzen steeds scherper zijn en de concurrentie ook steeds heviger, om daarin te overleven. Dat is ook een reden waarom we zeggen van doe nou waar je goed in bent. Zorg dat je daar nou een goede performance in hebt, kosten, efficiëntie, hoog in het vaandel kunt dragen op dat onderdeel, dan moet dat lukken. En dat lukt al 10 jaar, dus waarom zouden we de komende 10 jaar ook niet gaan lukken? Oké, dankjewel. Okay. Bedankt Arnold. Ik zit inmiddels aan de ontbijttafel met Marion Veldhuis, directeur van SZT International, de uitgever van de Succesagenda. Goedemorgen Marion. Goedemorgen. Vertel eens, waar zitten we hier? We zijn hier in het distributiecentrum van SZT International. Hier vandaan leveren wij alle warenhuizen en klanten zowel nationaal als internationaal uit. Wij leveren zowel rijamagenda's als succesagenda's en daarbij ook nog kalenders en kantoorkalenders. Dus je kan echt praten over miljoenen agenda's. Zo, dus er is nog voldoende vraag naar de agenda's in de tijd van de BlackBerry? Gelukkig wel. De papieren agenda is nog steeds sneller. Je kan nog steeds makkelijker een afspraak opschrijven en ook terugvinden. Het is wel zo dat de doelgroep verandert. En waar was het eerst de zakenman die met name onze doelgroep vormde? Is het nu zo dat dat veel meer vrouwen zijn? Jullie bestaan dit jaar 80 jaar. Zat het ondernemerschap te vroeg in bij jou? Nou, zelf ben ik niet 80 jaar betrokken bij succes, maar we zijn in 2001 hebben we een management buy-out gedaan. En sinds die tijd ben ik dus zelfstandig ondernemer. Zoiets is niet helemaal in de planning, maar zoiets komt op je pad. En op dat moment zijn we er ook voor gegaan. Je gaat heel slim om met je geld, want er is toch een hoop veranderd binnen SZT sinds jij het bedrijf samen met je zakenpartner in 2001 overnam. Ja, we hebben ons met name de eerste jaren heel erg gefocust op efficiëntiemaatregelen. Daar behoorde de voorraadbeheersing bij en het samenvoegen van logistieke centra. Dat hebben we ook op aangeven van KPMG gedaan. En daarin hebben wij ook veelvuldig met elkaar om de tafel gezeten wat daar nou de slimste manier voor was. Dus je bent een heel eind gekomen.
Wat is nou nog je grootste droom? Verder internationaliseren. We zijn nu in 4 Europese markten marktleider. Die markten willen we graag uitbreiden, met name in Zuid-Europa. Maar ook de Verenigde Staten. Dankjewel. Graag gedaan. Zullen we ontbijten, Rudy? Lijkt me lekker. Dank je. Ja. Tot zover hier vanuit Winschoten en Eindhoven. KPMG hoopt dat u net als onze hoofdpersonen een dynamisch en ondernemend jaar tegemoet gaat.